Bart, ja, dan kan je mij... Ik schrijf nog even op voor de derde keer, hoor. Want, oh. Voor de derde keer? Ja, zo, kan je even beschrijven wat wij hier hebben zitten doen, zeg maar. Ik begin honger te krijgen. Ja, na twee keer begin je honger te krijgen, zei ze gezegd in China. Ja, volgens mij... En wat gaat er op dat bordje? We hebben een nieuw China. Dit is Fuyonghai. Nee, toch? Het is gewoon eigenlijk gewoon ai met Fuyonghai. En dat kletst er gewoon zomaar in bij jou? Ja, dit is, derde, dit is mijn derde prak. Ja, dat is toch fantastisch. En... Hoe financier je dat, jongen? Is het allemaal een beetje binnen het budget gebleven? Ja, ik wil het maar vernietigen voor de kosten opdraaien, want ik dacht van, eurotje of vijf, hè? Vijf? Ik heb Chinees, ik hoef tenslotte maar voor één persoon. Ja. Maar die kut Chinees, hè, met de 1,60 meter, blijkt het om meer te eten dan ik, want ja, of ze moeten wel heel erg grote ogen hebben. Maar je gaat het natuurlijk allemaal netjes naar binnen proppen. Of ze moeten veel grotere ogen hebben dan de maag. Maar ja, maar die Chinezen, ja, je hebt die Chinezen ook wel eens gezien. Ja. Daar is je niet veel oog bij, hoor. Daar word je niet vrolijk van, hè. Eén persoon, dat is al mijn derde bord en ik heb nog wel twee borden daar. Ik heb lumpia zo groot, daar word je helemaal na van. Ja, dat zijn gewoon echt staven, jongen. Daar kun je iemand mee doodslaan. Oh, ik heb trouwens vier lumpia's. Kom. Vier lumpia's. Vier lumpia's. Niet te vergeten. Moet je zien, jongen. Dat vet draait eruit. Dat is echt niet te geloven. Nou, die gaat er zo naar de prullenbak in. Ja, dat is een loempje is, man. Daar heb ik er vier van, hè. Ja, ik wilde van die mini-loempjehaartjes. Ja, die zaten dus hierin. Maar die zijn dus, ja, ze zijn niet zo en klein. Zoals je ziet, dan kunnen er geen vier van meer. Ja, hier is nog een restige bak op een naan. Het is daar gewoon... heeft ook olie van huis gehaald. Goeiedag. Het is gewoon één slagpartij. Eén slagpartij, lekker dat het en de dierentuin om de hoek. Die jongen die woont gewoon tussen de vogels en de kippen, man. Hey, hou je een beetje in over mijn kippen. Vind je dat nou leuk, die vogels? Ja? Ja, man, dat is toch... Wie houdt er nog van vogels? Ik bedoel, ja, ik vind het best lief, hoor, man. Het legt me vooralsnog geen mint aan je, hoor. Nee. Die chickies, die daar hou je wel van. Ja. Zo is het ook alweer. Ik heb biertje ernaast. Echt heerlijk heldere Heineken. Het is een zoele zomeravond. Voor de kijkers in januari. Hè? Dan weten jullie dat. Duurt dus nog even voordat jullie daar weer naartoe zijn dan. En dit is gewoon... Last in finishing, laten we zeggen. Ja. Ik maak ze wel af, hoor. Eat your heart out. Wij likken de restjes op, jongens. Dag.